Met Koninginnedag draagt onze koningin altijd een hele mooie hoed. Maar wat zijn eigenlijk de trends op hoedengebied? Welkom bij Hip & Happening. Nou, de trends laat ik je straks zien. Ik heb een leuke uitagenda voor je, maar eerst iets anders. Met een 3D-film. Vertel eens. Ja, geweldig idee vond ik het. Op een gegeven moment was ik heel erg bezig met nieuwe gadgets en dat soort dingen. En ik heb een eigen app ontwikkeld voor de iPhone. Dus iedereen kan de Adi-app downloaden. En toen wilde ik natuurlijk mijn show live gaan streamen op die app en op de website. En toen ontstond het idee ook van om de show vast te leggen in 3D. En nou ja, daar werd ik meteen enthousiast over, omdat je gewoon de show zo fantastisch kunt beleven en zo van dichtbij de stoffen en je ziet de modellen gewoon naar je toe komen. Ja, beter kan gewoon niet. Ben je de eerste in de wereld? Ik ben de tweede in de wereld. Ik dacht eerst te zijn in Europa althans, maar nu blijkt het dus dat Burberry het gedaan heeft en dat wist ik natuurlijk niet. Maar goed, ik ben natuurlijk wel hier en in de wijde omtrek de eerste. Wat kunnen we zien op de film? Welke shows? We kunnen de shows zien van Amsterdam en Amsterdam International Fashion Week en de Rome Show die ik voor Alta Mode gedaan heb. En ja, beide shows zijn vastgelegd plus beelden, behind the scenes en interviews met mij. En ja, het is wel allemaal heel werkelijk en allemaal heel real life. Dus ik vind het geweldig dat gewoon zoveel mensen die geïnteresseerd zijn in mijn mode dan ook die DVD kunnen kopen en dan thuis gewoon dat zo live kunnen bewonderen en mee kunnen maken. Natuurlijk altijd de dag en nacht met mode bezig. Nu geef jij ons een hele domme bril op, maar volgens mij heb je daar ook al iets op bedacht. Ja, het is wel jammer. Toen ik van de week die bril opzette en ik zag de try-out, de eerste proef van de film, toen moest ik zo'n bril op en ja, ik keek in de spiegel en ik dacht, dit, ja, zelfs mij staat het niet. Nee hoor, een bril staat me überhaupt al niet, maar goed, toen. En inderdaad, een aantal mensen die ook naar die film keken, die zeiden, ja, die bril is wel vreselijk. Dus toen dacht ik, ja, misschien is het ook wel leuk om inderdaad daar de bijpassende bril bij te ontwerpen. Dat we allemaal heel trendy naar zo'n show kunnen kijken. Even een korte tip van de sluier, wat voor trends kunnen we verwachten? Nou ja, mijn devies, kijk, als je een show ziet, en zeker deze 3D-show, dan is natuurlijk het nieuwe zwarte schoen. En ik vond het een hele gewaagde stap voor mij om alles groen te doen. Maar ik merk nu wel dat dat echt wel een kleur is die echt heel erg aanslaat. En die, zoals ik het geïnterpreteerd heb, dat het wel heel veel vrouwen echt heel mooi staat. Straks alles over de hoeden van het Koninklijke Huis. De laatste trends op hoedengebied. Maar eerst heb ik een leuke uitagenda voor je. Op dinsdag 3 mei staat Rutja Kot op de planken in de Nieuwe Nobelaar met haar show Simply the Best. In dit theaterconcert brengt zij liedjes van haar heldinnen ten gehoren. De zwarte parels van de soulmuziek. Denk daarbij aan artiesten als Billie Holiday, Diana Ross, Tina Turner en natuurlijk ontbreekt ook Beyoncé niet. De show begint om 20:15 in de Nieuwe Nobelaar in Etten-Leur. Voor meer informatie en kaartjes kun je kijken op nieuwenobelaar.nl. De musical Spamalot is de musicalbewerking van de hilarische film Monty Python en de Holy Grail. De Koefnoensterren Paul Groot en Owen Schumacher spelen in deze bewerking het verhaal van koning Arthur na. Maar dan op de herkenbare Monty Python manier. Bijgestaan door onder andere Johnny Kraaikamp en Linda Wagenmakers gaat het gezelschap op zoek naar de Heilige Graal. De exclusieve musical speelt nog iedere dag, behalve Koninginnedag, tot en met 5 mei in het Chassé Theater in Breda. Voor kaarten en aanvangstijden, kijk op chassé.nl. Op Herdenkingsdag en Bevrijdingsdag is er een passend theaterspel in de Verkadefabriek in Den Bosch. In de voorstelling Het Duivenevenwicht
vertelt een 15-jarig meisje over haar leven aan de hand van haar dagboek. Hieruit blijkt hoe ze de Tweede Wereldoorlog heeft geërfd van haar familie en hoe ze hiermee omgaat. De voorstelling laat zien wat oorlog in een kind kan achterlaten. Zelfs als het kind daar niet direct mee te maken heeft gehad. Het treffende stuk wordt dus gespeeld op woensdag 4 mei en donderdag 5 mei. Op beide dagen begint de voorstelling om 9 uur en de kaartjes zijn €13,50. En wie nu al de theatersterren van de toekomst wil zien, moet vast de voorstelling Midweekje Hemel van 20 mei in zijn agenda schrijven. Afstuderende studenten van de Tilburgse Hogeschool voor de Kunsten krijgen op deze avond een springplank voor hun carrière en laten in verschillende kunstdisciplines zien wat ze in huis hebben. Het concept is een initiatief van studenten Gijs Hopmans en Mark van Leren, die de jonge artiesten kennis laten maken met zowel publiek als productiehuizen. De voorstelling begint om 8:15 in de Schouwburg Tilburg. En ook Sandra van Brabant aan de Biesbos heeft nog een paar hele leuke tips. Op 1 mei hebben we in Geertruidenbergen feest, cultuursnuiven. Geertruidenbergen is een heel leuk pittoresk vestingstadje, waar het heerlijk toeven is. En daar hebben we diverse routes uitgezet, zowel wandel- als fietsroutes. Het is ook tevens starten van de meimaand fietsmaand. Dus ik zou zeggen, kom naar Geertruidenberg om daar gewoon wat cultuur te snuiven. Maar er is nog meer. Die zondag. De Bergse Batterij is daar. Dat is een schutterij. En die spelen na hoe het in vroeger ging. Ze zijn ook helemaal gekleed in de kledij van 1600. Echt een aanrader om eens te bekijken. Vooral in die historische omgeving. Wat vind je van de hoedenkeuze van de koningin? Nou, de koningin heeft een heel eigen smaak op het gebied van hoeden. Zij moet daarmee natuurlijk ook herkenbaar zijn als de vorstin. Als ze in een grote menigte loopt, dan moet je ook direct kunnen zien, al is het aan de achterkant, dat dat de koningin is. En ja, dat hoeft natuurlijk niet helemaal te voldoen aan het modebeeld. En Maxima? Maxima is echt een trendsetter, vind ik, op het gebied van kleding en zeker ook op het gebied van hoeden. En die is een paar jaar geleden ook begonnen met de haarversieringen bij de doop van haar eerste dochtertje. En die haarversieringen zie je nu ook steeds meer, de veertjes en bij huwelijken en de gala's. Iets vertellen over de trends op hoedengebied? Nou, voor deze zomer worden het grote flaphoeden met hele brede randen, slappe randen in allerlei kleurtjes, stro en stof en met leuke garneringen. En zijn er nog meer trends? Kleine herenhoedjes met een smalle rand in ruitjes en strepen, bloemetjes, effen, sportieve caps, dus petten. Ook in allerlei soorten stoffen en ook in het leer. De vissershoedjes. Hoedjes met een klein randje, ook in stof en stro. Jij maakt echt hoeden op maat. Hoe gaat zoiets? Komen mensen dan echt met de kleding bij jou en jij stemt dat op elkaar af? Ja, ik maak een hoed op maat, helemaal passend bij de persoon en bij de kleding en natuurlijk bij de gelegenheid. Ik hou er ook rekening mee bij een huwelijk bijvoorbeeld, dat een hoed van een rand niet te veel in het gezicht voor het gezicht hangt, omdat er ook foto's gemaakt moeten worden, er moet gekust worden, dus ook dat moet mogelijk zijn, een hoed moet perfect zitten. Hoe lang ben je dan met zo'n hoed bezig? Het maken van een hoed kost me ongeveer 1 uur of 8. Is het dan nog wel te betalen? Nou, bij mij nog wel, omdat ik van de opbrengst van mijn hoeden weer nieuwe materialen en nieuwe mallen koop. Dus ik hoef er niet van te leven, ik heb daar geen winkel in. Het is eigenlijk een beetje uit de hand gelopen hobby.
Waar moet je op letten als je een hoed wil laten maken? Natuurlijk dat de hoed past bij je gezicht, bij het type dat je bent. Een heel bescheiden iemand zal zich niet op zijn gemak voelen met een hele grote hoed. De gelegenheid waar de hoed voor bestemd is, is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Mag je uitbundig zijn? Moet het bescheiden zijn? Is hij niet overheersend? Nou, met deze hoed kan ik wel lekker fris en fleurig de lente in. Het is al wel weer het einde van Hip & Happening, maar waarschijnlijk kijk je volgende week weer. Tot dan.